bij de Vraag op Straat. De grootste DJ's ter wereld komen uit Breda. Namen als Chesto en Hartwell zullen u niet geheel onbekend in de oren klinken. Nu is er het voornemen een House of DJ's te creëren hier in Breda. En de vraag luidt, is Breda daar klaar voor? Wij vragen het aan u. Super. Super. Dit is een mooie gelegenheid en er wordt er eindelijk eens iets aan het pand gedaan. Dus het zou een heel mooi opstekertje zijn voor de Reigerstraat. Geweldig, vanuit het oogpunt van DJ Hartwell, wat een hele goede reclame is voor Breda, vind ik het heel goed. Super. En ook nog een pand vol. Dat kunnen we ook wel gebruiken hier in Breda. En dan die andere die we nog hebben van vroeger, die hoort er ook nog een beetje bij. Chesto. En Chesto, nou, dat vind ik het helemaal super. Lijkt me wel leuk, alleen als je daarboven woont, dan lijkt me het niet echt fijn. Ik denk dat dat wel positief is. Je hebt bekende DJ's uit Breda. En voor nieuw talent, denk dat het wel positief is. Breda wat verder op de kaart zetten. Ja. Ja, ik zou het wel chill vinden. House of DJ's, klinkt tof. Zeker. Ik denk dat er wel veel kinderen op afkomen. Ik zou het heel erg vet vinden als een House of DJ's hier in Breda zou komen. Omdat het toch wel een belangrijke stad is voor de Nederlandse elektronische dancemuziek. Lijkt me hartstikke leuk. Ik heb ervan gehoord. Fijn dat met Casino Pand eindelijk iets gaat gebeuren. Dus lijkt me wel een goed idee. Okay. En zou je daar zelf gaan kijken? Zou je daarin geïnteresseerd zijn? Nou, ik ga in ieder geval kijken hoe dat dan, als het dan gaat lukken, als dat gelukt is, het eindresultaat, zeg maar. Maar ik hoop dat het lukt. Het is natuurlijk oud pand. En ik hoop dat ze geen asbest tegenkomen en zulke soort dingetjes. En dat vind ik heel spannend. Dus er is een behoorlijke wil van de mensen die erin willen gaan, heb ik begrepen. Ik weet niet of de gemeente er ook al achter staat eigenlijk. Dus dat heb ik nog niet gezien. Maar goed dat er wat gebeurt met dat mooie grote pand. Nee, dat is eigenlijk, daar ben ik al ietsjes te belegen voor. Dus dat laat ik meer aan de jeugd over. Maar zou u daar wel gaan kijken? Zou het iets zijn waar u denkt van, ik ga toch eens een keer een kijkje nemen? De nieuwsgierigheid wil ik wel bevredigd hebben, ja. Dat klopt. Ja, dat lijkt mij hartstikke leuk. Ja, zeker als het open gaat, ga ik er wel naartoe. Dan ga ik wel even kijken. Als het niet duur kost. Nou, dat denk ik wel, ja. Ja.